in deze review de Anet A8 Do-It-Zelf 3D printer. De Anet A8 is een 3D printer Do-It-Zelf kit en is sterk gebaseerd op een bekend ontwerp, de Prusa i3. De printer heeft een werkoppervlak van 22x22 cm en een werkhoogte van 24 cm. Het bed van de printer kan verwarmd worden. Bij GearBest betaal je voor deze printer inclusief verzending vanuit de Europese Unie ongeveer 145 euro. Het doosje is slechts 50x35x21 cm groot en zit volgestampt met prima in piepschuim verpakte onderdelen. Toen ik alle onderdelen op de tafel uitgestald had, zakte de moed wel heel even in mijn schoenen. Toch is met hulp van de video's en de manual het bouwen van de printer helemaal niet zo lastig. Iedereen met een beetje technisch inzicht en ongeveer 6 tot 7 uur geduld zet de printer met het bijgeleverde gereedschap zelf probleemloos in elkaar. De link naar de instructievideo's en de gebruiksaanwijzing plaats ik in de omschrijving van deze video. Zo'n 7 uur later zat de printer helemaal in elkaar. Vervolgens werd het even spannend voor het inschakelmoment. Stroom erop en ja, het LCD gaat aan. Even met de cursor toetsen naar Quick Settings, Home All kiezen en alles beweegt gelukkig in de juiste richting. Vervolgens de i-assen en het printbed volgens de aanwijzingen gekalibreerd en de microSD-kaart in de PC gestopt. Een voorbeeldbestandje van een van de mapjes van de SD-kaart naar de root van de kaart gekopieerd, de kaart in de printer gestopt en printfile gekozen. De printer verwarmt nu eerst het bed en de hotend en voert een home all uit. Vervolgens begint hij met printen. Het resultaat was direct verbluffend. De eerste print was het kleine bakje dat als voorbeeld op de kaart staat. Kopieer het bestand wel eerst even naar de root van de kaart, want anders vindt de printer hem niet. Cura is dé software voor 3D printen. Het is beschikbaar voor Windows en Mac en zit erg goed in elkaar. De leercurve is gelukkig niet zo steil, waardoor je al snel door hebt hoe het een en ander werkt. Met Cura maak je in feite het ontwerpbestand klaar voor printen, oftewel het zogenaamde slicen naar G-code. G-code is het formaat wat de printer nodig heeft om het ontwerpbestand te kunnen printen. Het G-code bestand bevat alle printparameters en het ontwerp zelf in de vorm van toolpath data. Bij de eerste print had ik een beetje last van warping, wat zoveel betekent dat het materiaal iets begint te krullen of buigen. Hiervoor kan je in de Cura software een brim instellen. Een brim is in feite een soort dunne rand rondom je print die ervoor zorgt dat de print netjes op het bed blijft plakken en niet, of in ieder geval veel minder, krult. Ik heb de instellingen voor Cura versie 2.6 toegevoegd aan de omschrijving van deze video. Op Thingiverse.com vind je tienduizenden interessante kant-en-klare ontwerpen. Die gratis site kan ik je echt van harte aanbevelen. Maar let op, eenmaal besmet met het 3D-virus ga je veel printen. Heel erg veel. Zelden ben ik over een zelfbouwset zo enthousiast geweest als over deze 3D-printer. Het is echt ongelooflijk wat je voor nog geen 145 euro en een beetje knutselen voor elkaar kunt krijgen. En wat is er nu mooier dan met je eigen zelf in elkaar gezette 3D-printer, de onderdelenprinter waarmee je diezelfde 3D-printer nog beter kunt maken. Wij stonden echt iedere dag weer met verbazing te kijken wat je allemaal kunt maken en hoe goed de resultaten zijn. Zijn er dan nog nadelen te noemen? Ja, natuurlijk. De keuze voor een microSD-kaart is een beetje dom. Oh, no! Maar voor een paar euro koop je een microSD naar SD-verlengkabel op eBay. Ook die link heb ik bijgevoegd. Verder is de voeding wat aan de lichte kant en zou ik het printbed met een relais of MOSFET beveiligen. Anders gaat het verwarmingselement van het bed volledig over het mainboard van de printer en dat lijkt mij in ieder geval voor de lange termijn geen goed plan. Hetzelfde kan je eventueel ook doen met het verwarmingselement van het hotend. Voor een beschrijving van deze modificaties zie de tekst onder deze video. Een andere zinvolle aanschaf is Biltac voor op je printerbed. Met deze kunststoflaag op je bed plakken de 3D-prints nog beter op het bed. Ook die link is toegevoegd. De printer heeft dus wel een paar kleine verbeterpuntjes, maar allemaal zaken die met een klein budget op te lossen zijn. Alles bij elkaar opgeteld kost deze printer je zo'n 200 tot 225 euro en dat is echt een schijntje voor een printer met deze printresultaten. Een aantal aan te raden modificaties vind je terug in de omschrijving van deze video. Oh ja, helemaal een aanrader is Octoprint.
Met deze software en bijvoorbeeld een Raspberry Pi maak je van je aan het A8 een geavanceerde standalone printer. Met Octoprint kan je je printer via het netwerk en eventueel zelfs via het internet bedienen. Je kunt je bestanden desgewenst via het draadloze netwerk op je printer zetten, timelapse video's maken, de printer handmatig bedienen en nog veel meer. Zie voor de link naar Octoprint de omschrijving van deze video. Wat ons betreft krijgt deze Anet A8 5 hele vette sterren voor plezier, resultaat en de schunnig lage prijs. Bedankt voor het kijken. Druk even de duimpjes omhoog als je deze video interessant vond en als je meer video's wilt zien, druk dan op abonneren. Tot de volgende review. Bye bye, man.